Uiteindelijk gaat het erom of dat je voldoende van je idealen kunt realiseren in die onderhandelingen, in het regeren. Je moet wel knokken totdat je echt niet anders kunt. Je kan heel veel vragen van de boer rondom dierenwelzijn, hoe die met de natuur en het klimaat omgaat. Maar als we niet bereid zijn om daar ook gewoon een prijs voor te betalen die daarbij hoort, ja, dan is die boer vrij snel klaar. Ik heb echt wel een pittige opdracht. Dat is ook wel, denk ik, de moeilijkste die ik tot nu toe heb gehad. Nee, makkelijk is het niet voor Carola Schouten. 9 maanden is ze nu namens de ChristenUnie minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zie die drie maar eens te combineren. Dan is een ritje in onze eend natuurlijk een eitje. Hi. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Goed je te zien. Ja. Hi. Nou ja, dit is hem dan. De eend. Ja, wel eens in de eend gereden? Nee, nog nooit. Hij is ook wel elektrisch. Ja. Dus hij maakt helaas niet het charmant pruttelgeluid. Maar hij kan voor en achteruit en het is remmen of rijden. Het is een soort botsauto. We gaan het proberen. Durf je het? Maar ik ben verzekerd. Okay. Prima. Oh, geen stuurbekrachtiging. Nee, dat doen we niet. Ja, het is best hard werken zo'n eend. Zeker als je als minister dagelijks in een dienstauto wordt vervoerd. Daar heb ik wel aan het begin moeten wennen, ja. Ik was hiervoor Kamerlid en dan ben je wel gewend om heel veel zelf te organiseren. En ja, alles reizen zelf. En nu zijn er heel veel mensen om je heen die dingen voor je organiseren. Dat is heel fijn. Daardoor kun je je tijd ook heel efficiënt en nuttig besteden. Maar in het begin was het wel, als je dan voor de eerste keer inderdaad zo'n auto voor de deur staat, dat je denkt, nou, ik kan ook wel zelf met de auto of met de trein. Maar ja, dan uiteindelijk werkt het toch niet zo. Dan moet je er een beetje aan overgeven, dat er gewoon bij hoort. Sinds haar landelijke debuut in 2010 gaat de politieke carrière van Carola Schouten in een rechte lijn omhoog. In de Tweede Kamer maakt ze furore als financieel woordvoerder. Ze zorgt ervoor dat een kleine partij als de ChristenUnie toch grote invloed heeft op het beleid van het vorige kabinet. Nou, uiteindelijk moet het wel gaan resulteren in een plan van het kabinet zelf. Want anders blijven we met elkaar rondjes rijden in een mooie rituele dans. Tijdens de laatste kabinetsformatie is ze de enige vrouw aan tafel. En uiteindelijk belandt ze op het bordes als minister en vicepremier. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. De post is wel onverwacht. Heel Den Haag verwacht haar niet op landbouw, maar op sociale zaken. Een jaar geleden gedacht dat ik in deze positie zou zitten. Dat ik in deze eend zou zitten. Ja. Als minister van Landbouw. Als minister van Landbouw. Nee, een jaar geleden waren wij nog aan het onderhandelen natuurlijk. Hè? Die lange, lange formatie. En dan ben je niet bezig met welke positie of wat dan ook. Dan wil je vooral kijken of het lukt om je idealen te realiseren, om daar afspraken over te maken, wat je aan plannen kunt gaan doen. En ik ben wel blij dat het uiteindelijk gewoon wel gelukt is. Als iemand mij een jaar geleden had gevraagd of gezegd, nou, je zit met Carola Schouten in een eend volgend jaar. had ik gezegd, heel leuk, met de minister van Sociale Zaken. Oh ja, dat had ook gekund. Dat liep anders. Ja, maar geniet elke dag van mijn werk. En vooral omdat het heel dicht bij mensen staat. De post staat niet alleen dicht bij de mensen, zoals een politicus dat zegt. Hij staat ook dicht bij Carola Schouten zelf. U bent een boerendochter, u zit nu op het ministerie van Landbouw. Wat hebt u geleerd als boerendochter? Het is een levenswijze. En het is hard werken, maar met veel liefde. Dat heb ik onthouden. En hard werken moet ze meteen na haar aantreden. De ene na de andere affaire dient zich aan. Volgens NRC zijn 2 op de 3 mestverwerkende bedrijven beboet voor het overtreden van de regels. Of zijn ze daar ooit van verdacht? Dat deugt van geen kant. Nederlandse vissers slepen met hun netten die stroomstootjes afgeven net boven de bodem. De Fransen zijn fel tegen en willen een verbod. Dit is het vissen van de toekomst. Hiermee voorkom je dat de bodem helemaal wordt omgewoeld. Zorg je ervoor dat er minder brandstof wordt gebruikt. En komt er ook nog minder bijvangst. Dat zijn allemaal zaken die we juist zouden moeten omarmen in plaats van te bestrijden. Boeren frauderen met de registratie van melkkoeien. Dit schaadt ook het vertrouwen in de sector. En wij zullen dan ook zwaar sanctioneren op het moment dat we erachter komen dat er fraude is gepleegd. Het was misschien niet 1 lijk, het was een heel kerkhof wat uit de kast kon vallen. Zo leek het tenminste. Er kwamen wel meteen heel veel zaken inderdaad op mijn bord te liggen. Ja, zo zeg je dat een beetje. Dat weet je van tevoren ook niet. Nee, En tegelijkertijd hoort dat ook wel weer een beetje bij bij dit ambt. Na jarenlang hard werken in oppositie, soms mocht je aanschuiven, maar op het algemeen was het toch echt vanuit de Kamer het kabinet bestoken. En nu in 1 keer in deze positie. Is dat ingewikkeld?
Het is wel een omschakeling qua rol. Ja, dat wel. Ik heb ook al geleerd dat je als Kamerlid stel je natuurlijk heel veel vragen, heel veel kritische vragen. En het is makkelijker om heel veel kritische vragen te stellen dan altijd alle antwoorden te hebben. Aha. En dat heb ik wel ondervonden. Vandaag is er aandacht voor de meest vriendelijke kant van de agrarische sector. Hoe gaat die deur open? Schouten bezoekt zorgboerderij Het Paradijs in de buurt van Barneveld. Ik laat mij helemaal leiden door jullie. Prima. Op Het Paradijs helpen jong en oud mee in het boerenbedrijf. En dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren met een autistische stoornis, volwassenen met een burn-out of ouderen met dementie. Is het fijn om hier te zijn? Ja? Hoe vaak komt u hier? Van de woonkamer gaat het hele gezelschap naar de kippenstal. We hebben hier de ijzersorteerruimte. En van daaruit weer verder naar de tuin. Hallo, goeiedag. Want echt ongedwongen op werkbezoek is er niet echt meer bij. Hè? Gelijk een hele wolk aan fotografen en media om je heen. Ja, het is wel gelijk een hele drukte om je heen inderdaad. Maar ja. Is dat wennen? Ik probeer mezelf altijd gewoon te richten op bij de mensen waar ik echt naartoe ga. Uh-huh. En het verhaal dat zij vertellen, want uiteindelijk kom ik daarvoor. Ja. En dan, ja, de rest is er dan niet. De rest is er wel, maar dan, nou, ik probeer me daar nu gewoon te focussen dat, ja, echt bij de mensen waar ik op visite ben. Want dat ben ik uiteindelijk ook. En daar blijft het wel nuttig ook? Absoluut, ja. Ik heb vandaag ook wel heel veel gehoord. Ik dacht, oh ja, daar heb ik helemaal nog niet bij stilgestaan. En, noem eens iets dan. Nou, bijvoorbeeld dat hier heb je een zorgboerderij. En dat als men dan bijvoorbeeld financiering nodig heeft, dat ze dan zeggen, ja, ben je nou van de zorg of ben je nou van de boerderij? Mm-hmm. En dat er dus... kennelijk dat wij ook nog steeds dingen organiseren alleen maar vanuit één perspectief. Terwijl je ziet dat hier al veel meer bij elkaar gebracht wordt. Mm-hmm. Maar daar hebben ze dus last van eigenlijk? Daar hebben ze last van, in ook in de regelgeving en dergelijke. En denk ik, oh ja, dat, ik moet breder kijken. Maar de zorgboerderij is een peulenschil vergeleken met de kwestie die minister Schouten nu op haar bordje heeft liggen. Honderden melkveehouders dreigen failliet te gaan door nieuwe mestwetgeving. Ik heb daar wel gevoel bij, ja. Dat snap ik heel goed. Ja. Zit dat dan misschien ook in de weg, zo'n gevoel? Nee, want ik geloof uiteindelijk wel dat je echt moet kijken, ook als bewindspersoon. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Dat weet ik heel goed. Maar daar waar ik zie dat mensen oprecht zoeken naar een manier om hun leven vorm te geven met een boerderij, op een boerderij. En daar ook tegen regels en belemmeringen aanlopen waar ik misschien wat aan kan doen. Dan is het mijn plicht om te kijken wat ik daarin kan. Ja, ik zie wel een worstelende minister nu voor me. Ja, maar soms is het... De minister is niet iemand die maar even vanuit Den Haag even gaat zitten bedenken hoe het allemaal moet. En dan niet een gevoel heeft bij hoe dat uitpakt in de praktijk. Tenminste, zo wil ik dat niet doen. Ik kan dat zo niet. En tegelijkertijd weet je ook dat er momenten zijn dat je keuzes moet maken die pijn zullen doen. Daar loop ik niet voor weg. Mm-hmm. Maar ik moet wel mijn uiterste best doen, om, als ik dat kan voorkomen, om dat ook te doen. Ja, maar je kunt niet beloven dat je allemaal gaat redden. Dat kan ik niet beloven. Nee. En daar moet ik ook eerlijk in zijn. Denkt u wel eens van, als Kamerlid, wat was het leven toen nog overzichtelijk? Als je hier vandaag op zo'n zorgboerderij bent en je ziet met hoeveel passie die mensen hun werk doen. En wat voor waarde er letterlijk ook gegeven wordt aan het leven op de boerderij, op het voedsel wat hier geproduceerd wordt. Nou, dan... knijp ik me elke dag ook alweer in mijn handen dat ik daar de minister van mag zijn. Je mag nog kiezen, hè? Dat gaat voor de standaard BMW of de van alle gemakken voorziene eend. Hij is wel echt heel comfortabel en heel energiezuinig. Mm-hmm. Maar die is ook hybride en die gaat net wat sneller. Dus ik ga toch net even voor de snelle auto. Oké, ziet er wel iets ruimer uit. Oké, okay. Dank je wel.